Welkom bij de meest geliefde series van jullie en van mij, namelijk No Limits. No Limits is ook een van mijn favoriete series. Dat houdt in dat de serie lekker doorgaat. We hebben 3 achtbanen. Ik heb de Blue Coaster, de Oberyn en de Venomous Miller. Wat het is, ik weet het niet. We gaan oordelen welke achtbaan het beste is na het intro. Okay, people, let's go to work. Het is vandaag smerig weer. Ja, het is echt vervelend weer. En we gaan de eerste coaster doen, namelijk de Blue Coaster. En het zijn 8 banen die jullie hebben ingezonden. En ik weet even niet welke naam erbij hoort, want het is misschien wel weer van een maandje terug. Maar de Blue Coaster is een... Holy shit, ik dacht eerst dat ik werd afgeschoten, maar dat is dus niet zo. Of komt dat nog? Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het is wel echt heel snel naar boven. Ik vind het nu al heel gaaf. De Blue Coaster. Ook hele leuke, makkelijke, simpele kleur gebruikt. Wit ondersteuning en een blauwe achtbaan. We gaan heel langzaam en heel stel naar boven. En deze achtbaan is zeer hoog gemaakt. En dat vind ik al een soort van iets van... We weten nu dat die keihard gaat dadelijk. Die achtbaan gaat keihard. Maar dat moet ook wel. Want we zijn op het hoogste puntje. En... Het is een hele steile drop. En ik ben heel benieuwd. En je ziet zelfs een slijtagevlek op de baan zitten. Geweldig spel. Het is donker. Jeetje. Wow. Oh, wow, wow. Zo. 1 grote looping. En nog een hele, wat kleinere looping. Oh, wat een kracht. Oh, dat gaat de baan heel raar doen. Oh, in de mist. We gaan over het water dadelijk, zie ik. Beetje geremd. Oh. Hij gaat zelfs door het water heen, een klein beetje. Wow. Oké. Wat ik van deze achtbaan vind. Ik vond hem gewoon niet perfect. Hij was heel raar. De layout had af en toe wat fouten. Het heeft wel een hele leuke layout, maar ook het einde was heel erg afgeraffeld, vond ik. Nou, dat de baan echt gewoon, ja, zeg maar half door het water gaat en helemaal schuin ook weer, vond ik gewoon, ja, is gewoon heel vreemd. Ja, ik vind het niet het beste wat ik heb gedaan. Maar het was zeker geen hele slechte achtbaan. De Blue Coaster. We gaan naar de volgende achtbaan. En dat is de Oberon. En ik maak gelijk even een lichtje. Het is gewoon middag in mijn kamer. Het is gewoon middag nu. En nou, het is gewoon vreselijk slecht weer. Het regent net niet, maar het is net die bewolking. Hè? Gewoon geen enkele zon vandaag. Nou ja, dan maar geen zon dan. Dan moet ik een lichtje aan doen. Excuus. Oberon, de volgende achtbaan, is wederom weer iets met blauw en bruin. Een houten achtbaan. Dus we gaan het en een leuk reuzenradje staat. En gewoon random. Met een paar bomen erbij. Nou, ik ben benieuwd. We gaan niet helemaal recht naar boven toe. Ik ben heel benieuwd. Lekkere toetakeling hoor ik al. Hij gaat ook lekker vlot naar boven. Dat moet de auto achtbaan ook, vind ik hoor. Lekker een tempo. Ik ben heel benieuwd. We gaan gelijk al snel naar beneden. Holy crap. Hey. Oh, au, 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 au. Ik weet precies weer welke achtbaan dit was. Dit is volgens mij een remake. Nou, dit is wel een verbetering. Dit is zeker een verbetering. Jongens en meisjes, vorige keer in de aflevering hebben we deze attractie ook gedaan. Maar deze is dus opnieuw opgestuurd. Want ik herken de baan wel gelijk. En hij is gewoon een stuk verbeterd. Qua onrealistisch is gewoon best wel weggegaan. Alleen hij heeft nog iets te scherpe bocht. Hij gaat nog iets te hard. Dus ik zou deze achtbaan meer een stalen achtbaan maken dan een houten achtbaan. Want hij gaat echt te hard.
Maar hij is wel vloeiender gemaakt. Dus het was zeker op momenten waren echt een beetje Joris en de Draak aanvoelingen, weet je wel. Gewoon een lekker vaartje. We gaan de laatste coaster doen, dat is Fine met Smiler. En ik hoop niet dat het twee achtbanen zijn, want dan moeten we een keus maken. Daar hebben we gewoon vier attracties op zich. Maar ik hoop dat dit een park is, waar dan twee, ja, of gewoon, het heeft gewoon de naam. Ja, ik hoop het. Zo, en we zitten in de achtbaan. Ik zie al met heuvels is het gewerkt. Ik zie daar een achtbaan en we zitten nu ook weer in de achtbaan. Het zijn twee achtbaantjes. Dat betekent dat we dus vier coasters gaan doen. We gaan het gewoon doen. Heel gaaf dat het al helemaal op het water is gebouwd. Ik zou niet durven zeggen hoe je nou in godsnaam bij het station komt. Of dat nou onder de grond loopt of zo. Nee, dat is iets wat we elkaar niet moeten afvragen. Maar je hebt sowieso natte voeten in deze achtbaan, denk ik, als je naar de attractie wil gaan. Maar daar gaat het niet om. Dit is de eerste achtbaan. Het zijn twee achtbaantjes. En die ziet er wel heel leuk uit, die gele. Maar deze voor mij ook. Een hele scherpe bocht. We gaan naar beneden. Oh, een hele knikkende bocht. Merkte ik al bij de afdaling. En een looping die hij waarschijnlijk net haalt. Ja, zeker weten. En nog een looping. Wauw, die zag ik niet aankomen. Oh, dit is niet goed. Dat is niet heel slim gedaan. Oh, op het einde ging hij een beetje minder. Die knik, ik zal hem laten zien. Kijk, hij gaat iets te veel. Hij moet eerder naar rechts gaan. En remmen zaten erin. En kijk, de achtbaan staat ook zo. Dat lijkt me ook niet helemaal fijn. Zo zitten als passagier. Maar we gaan deze achtbaan doen. De Finan. En doen we dit gewoon de Smiler. Dus dit is de Smiler. Dan weet je precies welke je moet gaan kiezen. Ik ga proberen in de achtbaan te zitten. Zo. En we zitten nou in de Smiler. Dit is de Smiler. Dus dan hebben jullie vier keer de keuze voor een achtbaan. Het is wat. Ik vind het wel leuk gethematiseerd met de bergen. Daar is wel heel erg netjes over nagedacht. De layout vond ik wat minder van de witte. Als ik eerlijk ben, de Finum. Het was gewoon te onrealistisch. Waardoor het niet lekker aanvoelde met een ritje. Maar ik ben benieuwd hoe deze aanvoelt. En we zitten nog even te wachten. Oh. We gaan beginnen. En dit is zo'n achtbaan dat je lekker recht omhoog kan gaan. Dat is heel fijn. Dat is gewoon gaaf, zulke coasters. Ik ben heel benieuwd naar deze, want ik denk dat dit wel een van de leukste wordt van alle achtbanen. Dit is best wel een moeilijke, lastige keuze misschien voor jullie. Voor mij ook. Oh, dit gaat wel lekker soepel dit. Oh, leuk dit. Ja, gaan we naar beneden. Oh. Een looping erin. Dat gaat ook wel lekker. Nog een loop. Oh, dat is heel raar die knik weer. Zag je hem? Je ziet hem ook gewoon hoor. De knik. Dat is lekker zo'n grote bocht. Lekker vaartje erin. Oh. Remmen. Oh, dat haalt hij maar net. Dit haalt hij maar net. Dat heeft hij heel goed uitgerekend. Heel gaaf. En dit vind ik apart. Zo'n hele grote... Is ook wel eens iets leuks. En de baan staat ook... Ja. We staan nu ook weer heel schuin. Dat is ook weer niet helemaal netjes. Ik heb wel wat te zeuren, de mensen. Nee, maar... Het einde is ook wel heel erg langdradig, dit. Het had ook wel een tempootje gemogen. Een leuke schuine bocht of zo had je hier nog kunnen maken. En dan hier het remgedeelte. Ja. Nou, ik vind het toch wel een hele leuke achtbaan. Hij is niet compact, maar hij ziet er wel heel leuk uit. Nou, laat weten in de comments welke je het leukst vond. En dan zie ik je volgende keer bij een nieuwe No Limits. Doei!